De Aziatische hoornaar is het voor eerst officieel waargenomen in Nederland. Het insect is gefotografeerd in de Zeelse plaats Drijschoor, valt te lezen op waarneming.namelijk. De soort staat sinds 3 augustus 2016 op een EU-lijst met schadelijke planten- en dierensoorten en is zondag op de foto gezet op het eiland Schouwen Duiveland. De wesp voedt zich met honingbijen. Wat weer invloed kan hebben op de honingproductie. Lidstaten zijn verplicht bestaande populaties op te sporen en te vernietigen. Volgens de Nederlandse voedsel- en warenautoriteiten is een steek van de Aziatische niet levensbedreigend voor mensen, wel kunnen steken op gevoelige plekken gevaarlijk zijn. Het diertje is grotendeels zwart en wordt maximaal zon 3 centimeter lang. In april van dit jaar werd het insect al aangetroffen in België op ongeveer 40 kilometer van de Nederlandse grens. Toen werd direct gevreesd dat het beestje de grens zou oversteken.